10k per maand pakken, dat wil toch iedereen? Zij zeggen dat ze jou daarbij kunnen helpen. Jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe Dana Life van een 18-jarige ondernemer die op Bali woont. Ik ga je even een aantal tips geven hoe je binnen 3 jaar vrijheid kan halen. Ga niet studeren, ga alsjeblieft skills bouwen, anders ben je zo vervangbaar. Stop met school, joh. Ga investeren in crypto en in vastgoed, lekker stekken en voor je het weet zit ook jij op Bali. Maar is dat wel zo? Wat klopt er nou eigenlijk van al die financiële tips die je online tegenkomt? Je maakt heel veel content, heel veel video's. Hoezo doe je dat eigenlijk? Ik kan geld met leren. Heel eerlijk, als ik deze video's zie, denk ik natuurlijk ook wel eens van ja, moet ik niet nu alles laten vallen en volle bak gaan investeren? Die video's doen iets met je. Je ziet het maar voorbij komen. Al die jonge gasten die jou op TikTok, Insta, YouTube gouden bergen beloven. Een luxe leventje. Als je hun advies maar opvolgt. Financiële influencers dus eigenlijk. Ofwel finfluencers. Wij vroegen 3 experts wat ze vinden van dit soort video's. Ik ben Pauline Swister. Ik ben journalist bij het Financiële Dagblad. En ik heb een podcastserie gemaakt over finfluencers. Ik ben Gerben Everts, ik ben directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Nou, mijn naam is Miet Curves, ik ben 28 jaar, digitale ondernemer en al langere tijd in de cryptowereld als investeerder. We zijn hier in Marbella en ik ga je even een aantal tips geven hoe je binnen 3 jaar vrijheid kan behalen. Zorg ervoor dat je een inkomen gaat krijgen, zorg ervoor dat je investeert in aandelen en vastgoed. Dus binnen 3 jaar financiële vrijheid, ik moet eerst een inkomen krijgen en dan in diezelfde 3 jaar ook investeren in vastgoed. Is bouw een high income skill waarmee je snel geld kan verdienen. Dus koop aandelen en vastgoed maximaal. En dan moeten we maximaal investeren in vastgoed en aandelen. Maar wat is maximaal? Is dat ook verstandig? Bouw een bedrijf zodat je niet afhankelijk bent van jezelf. Ook nog een bedrijf bouwen in diezelfde uren. Ga aandelen en vastgoed opschalen. Nog een keer aandelen en vastgoed opschalen in dezelfde 3 jaar. In de 3 jaar heb jij vrijheid. Let's go! Ja, wel een heel lastig verhaal. Dit is weer een die inspeelt op iets van de angst van oeh, hij heeft het goed en ik zit hier in mijn zolderkamer en denk van oeh, dat wil ik ook wel. Ja, je zal blijkbaar heel succesvol zijn dat hij in februari met 23 graden op Marbella kan zijn. Als zij dat kan, dan moet ik dat toch ook kunnen. Maar niet studeren. Jij gaat een studie in waarvan je helemaal niet weet of jij dat 100% zeker wil. En natuurlijk leen je daarvoor geld van de bank. Want ja, niet iedereen heeft zomaar 100.000 euro of hoeveel de studie ook kost. Ik heb ook geen idee welke studie in Nederland 100.000 euro kost. Ten tweede, een papiertje is niks waard. Vroeger was een papiertje heel veel waard. En keken mensen echt naar je ogen van, oh, ben jij een dokter? Oh, ben jij een architect? Ik ben ook heel blij als ik naar de dokter kom en dat de dokter tegen mij zegt, ik heb geen papiertje, ik heb geen studie, ik heb het gewoon in een cursus gevolgd. De grootste bedrijven van de wereld zijn gewoon op zoek naar mensen met skills. Dus ga alsjeblieft skills bouwen, anders ben je zo vervangbaar. Het zijn extreme vaagheden waarbij dan de grote boodschap is, bouw skills op. Ik zou altijd tegen mensen willen zeggen, volg gewoon lekker een studie. Maar daarnaast kun je natuurlijk wel andere dingen in de tussentijd beginnen. Of lekker een bijbaantje of je netwerk vast opbouwen. De grootste vraag denk ik bij hem, maar ook wel bij iedereen, waar verdien jij nou je geld mee? De gasten in de video's suggereren dat je maar beter kan stoppen met school. En als je hun advies opvolgt, nou, dan word je rijk hoor. En door hun eigen rijkdom te laten zien, spelen ze in op jouw emoties. Dus ik ben een 20-jarige middelbare school drop-out en ik woon nu in deze huge villa. Wil je alle tips, trucs en lifehacks leren hoe ik 2 miljoen mensen per maand bereik? Dat kan op followgo.com/cursus. En als je op de link hieronder klikt, kan jij jouw plek claimen. Let op, we hebben 300 plekken. Klik op de link in mijn bio als je wil starten. Het speelt wel, denk ik, op het sentiment van mensen in. The fear of missing out, zoals het heet. Als je het nu niet doet, ben je te laat. En dan zijn ze gestegen, heb jij het gemist. Het is gebeurd. Alles is ingestort. Bitcoin -60%. Ethereum -75%. Dus wat betekent dat? Bang zijn en alles verkopen? Of doorgaan met bijkopen. Nu is het tijd om bij te kopen en dat kan natuurlijk via Trade Republic. Dus heb je nog niks geïnvesteerd en ben je aan het twijfelen, dan is dit het perfecte moment. Belangrijkste les die je moet leren. 1 iemand wordt rijk hiervan, dat is hij. En dat iemand tips geeft over waar moet je wel en niet aan denken bij beleggen, dat is heel erg goed. Maar dat hoeft niet via dat kanaal wat hij aanbeveelt. Dat is toevallig een beetje een partij die graag marktaandeel wil en heel graag bereid is om influencers daarvoor te betalen. Waar verdien jij nou je geld mee? Want jij vertelt mij of de kijkers hoe ik moet beleggen. Beleg jij dan zelf ook? Waar beleg jij dan in? Beleg je in waar je advies in geeft of doe jij zelf iets anders?
Of verdien jij je geld met deze cursussen? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat die finfluencers zelf te vertellen hebben over hun verdienmodel. Dus ik ga er een paar opbellen. En ik begin even met Mees Wijnands. Hallo Mees. Je maakt heel veel content, heel veel video's. Hoezo doe je dat eigenlijk? Ik kan geld mee verdienen. Waar verdien jij dan precies je geld aan? Samenwerking bijvoorbeeld met brokers. Daar verdien ik geld aan. Sponsor posts. Hoor je al vaak in je video's zeggen van klik door, ga naar de link in mijn bio. We bieden een cursus aan. Daarmee wil je dus zeg maar wel dat mensen iets bij jou afnemen, zou ik maar zeggen. Ja, wij geven geen cursussen, wij geven echt trainingen. Ik vind cursussen altijd een beetje een naar woord, maar trainingen geven wij. En wij delen eigenlijk onze informatie en ervaring die we zelf natuurlijk hebben meegemaakt. Vind jij dat jij zelf financieel advies geeft via jouw TikTok-kanaal? Nou kijk, het verschil tussen financieel advies en gewoon content maken is dat ik niet advies geef op een specifieke situatie van iemand. Maar dat is dus iets wat de kijker dan maar zelf moet verzinnen. Ja, maar de kijker kan toch best zelf de dingen bedenken. Ik ben niet de vader van de kijker. Als jij zegt van, als je aandelen koopt, doe het dan vooral via dit en dit kanaal. Daarbij zeg je niet, let op, ik krijg geld als jullie daarop klikken. Dat hoor ik niet. Nee, maar dat lijkt me vrij duidelijk als je iets constant aanprijst, toch? En ik zeg dat ook gewoon in podcasts en langere video's, zeg ik dat gewoon. Ook zeggen ze allemaal, dit is geen financieel advies. Ik ben geen financieel adviseur. Tegelijkertijd roepen ze bijvoorbeeld, de tijd is nu. Net nadat ze jou een mooi praatje hebben verkocht. Mag dat eigenlijk? Iedereen mag zeggen van, als ik jou was, zou ik dat en dat doen. Maar op het moment dat je echt voor iemand, kennende de persoonlijke situatie, zegt, dit is voor jou het beste om te doen, en dan vaak, by the way, ik kan het voor jou regelen, dan wordt het beleggingsadvies en dan heb je een vergunning nodig. Als jij door rood rijdt en je zet er een bordje bij, ik rij uiteraard niet door rood, en dan kan je ook gewoon een boete krijgen. Op het moment dat je zegt van, oké, ik ga jou adviseren wat jij met jouw pensioen, met jouw geld, met wat dan ook moet gaan doen, dan is er de wet in Nederland en die schrijft voor dat je het te alle tijden in het belang van de klant moet doen. Daar zijn wetten voor, toezichthouders voor in Nederland. En ze zijn nu ook wel met onderzoeken bezig naar finfluencers, dus het staat wel op de aandacht. Maar zij hebben niet de mensen om het hele internet af te speuren en om te kijken of er iets fout gaat. Dus ja, je hebt redelijk vrij spel nog als finfluencer. Grote kans dus dat de types die jij tegenkomt op social media geen opleiding of achtergrond hebben op dit gebied. Toch lokken ze jou met links op hun social media profielen bepaalde investeringen in of verkopen ze cursussen waarmee ze beloven dat ze jou rijk gaan maken. Wil jij dit jaar het beste jaar ooit maken? Klik op de link in de bio en dan gaan we samen, als jij geschikt bent, aan de bak. Allemaal goed bedoelde tips, althans zo lijkt het, maar of je hier nou echt rijk mee wordt, geen idee. Je hoeft geen expert te zijn om rijk te worden. Het is heel simpel. Open een rekening, investeer structureel een vast bedrag in aandelenfondsen. Doe dat voor de komende 30 jaar met een 12% rendement en je zult al meer dan een miljoen aan vermogen hebben opgebouwd. Klik op de link in mijn bio. Om die miljoenen te bereiken moet je elke maand echt een flink bedrag inleggen. Maar de meeste jongeren die hier naar kijken, ik denk zijn doelgroep zijn jongeren, die hebben helemaal niet dat bedrag om elke maand in te leggen. Het ziet eruit als succesvol en een goed bedoeld advies. Maar vervolgens gaat het op het tweede kanaal en dat is dat er 12% rendement wordt beloofd. En wel via zijn bio dat je de tip krijgt hoe je dat kan realiseren. En dat is natuurlijk valikatte onzin. Als hij het eerlijke verhaal zou delen, dan klopt de formule meestal niet. 12% gegarandeerd rendement bestaat niet. Waar komt die 12% vandaan? Nou, wij investeren middels onze strategie natuurlijk, de geldmachine, met een combinatie van aandelen en vastgoed. Maar als het gaat om dat aandelenfonds van jou, dan gaat het wel echt om, je moet gewoon 1000 euro, zo niet meer per maand, moet je investeren. Dat hebben natuurlijk gewoon heel veel mensen helemaal niet. Nee, dat inderdaad, dat hebben heel veel mensen niet, maar je kan er wel naartoe werken. Jij zegt het gaat om meerdere miljoenen in 30 jaar tijd. Kijk, met 100 euro investeren per maand kom je daar natuurlijk niet, snap je? Het is en blijft TikTok, dus het is kort, krachtig en concreet, maar uiteindelijk kan je voor meer informatie beter gewoon op YouTube kijken, op de website kijken, of misschien wel gewoon Google afstruimen, of het ook echt daadwerkelijk iets voor jou gaat zijn natuurlijk. Binnen 4 jaar is de prijs van 77 helemaal naar $4,630 gegaan. En dan kijk ik naar de charts en dan zie ik Near Protocol voor $1,50 op dit moment in tijd. Ik kijk naar Avalanche, ik zie $14,60 op dit moment in tijd. Voor mij is het genoeg. Ik ben geen financieel adviseur en ik zeg niet dat je moet kopen, maar ik zeg wel dat je nu moet kijken en onderzoek moet doen. De tijd is nu, jongens.
Dus dit is een hele valse vergelijking tussen iets wat, nou ja, succesvol is vanaf het moment van lanceren tot nu. En dan maar pretenderen dat de rest hetzelfde pad opgaat. En dat, ja, dat is totaal niet onderbouwd. Ik word er niet heel vrolijk van, maar ik snap dat heel veel mensen hier naar willen luisteren. Het geeft hoop dat er tijden aankomen waar het mij deze keer wel gaat lukken. En mensen willen veel betalen voor hoop. En daardoor raken heel veel mensen uiteindelijk weer heel erg teleurgesteld. En krijg je echt hele trieste verhalen van mensen die gewoon zeggen, ik heb al mijn geld erin gestopt, ik ben alles verloren. Op TikTok heeft Bitkoning 46.000 volgers en meer dan 500.000 likes. In sommige video's is hij wel erg overtuigd van een bepaalde cryptomunt. Geen financieel advies, maar als je het mij zou vragen wat VeChain gaat doen, dan zit 14 dollar cent er zeker nog in. Alleen dat pakt niet altijd goed uit. VeChain wil ik absoluut niet in mijn portfolio. Fuck heel VeChain. Gelukkig had Bitkoning onlangs een nieuwe tip. En nu wil ik met jullie een project delen dat ik in mijn portfolio heb toegevoegd, namelijk Basic Attention Token. Stel dus dat je op zijn advies geld in een bepaalde cryptomunt had gestopt, het er niet op tijd uit hebt gehaald, dan ben je dat geld gewoon kwijt. Voel jij je daar dan ook verantwoordelijk voor naar mensen toe die dat advies opvolgen? Dat is een mooie vraag, want daardoor ben ik recentelijk dus ook veel strenger geworden in de projecten die ik zelf beoordeel. Vandaar dat ik ook nu ineens zeg van, fuck VeChain of dat soort dingen, weet je wel. Mm-hmm. Want je hebt ook maar 60 seconden in zo'n video, snap je? Snap ik. Nou ja, misschien beginnen met niet zeggen, het moment is nu. Ja, maar het moment is wel dus, snap je? Volg me op Instagram als je voortaan geen unieke kansen wilt missen. Ik kan ook een cursus bij jou afnemen, toch, voor 1000 euro. Is dat niet jouw verdienmodel, die cursussen, en niet je crypto-investeringen? Wil je inderdaad gaan leren hoe je verder kan ontwikkelen en verder gaan in die wereld? Ja, dan moet je geld betalen. Ik ben geen goed doel aan het eind van de dag. Snel rijk worden, dat kan niet met zorgvuldig beleggen. Maar snel arm worden hiermee, dat gaat wel zo snel. Eén ding is duidelijk, wij zijn het verdienmodel van deze types. Ze vinden het zelf dus geen financieel advies. Meest is je vader niet en als je meer wil weten, ja, dan moet je vooral hun langere podcasts luisteren, video's kijken of natuurlijk hun cursus kopen. En wat ik niet helemaal snap, zijn ze nou zo goed in investeren of toch vooral in video's maken? Ik heb nog één vraag. Waarom presenteer je sommige video's zonder shirt aan? Ja, engagement man, dat werkt. Vertrouw jij iemand zonder shirt of vertrouw je iemand met een stropdas?